ben Fuan. En ik ben Joep. En de komende tijd nemen wij jou mee in de wereld van de infratechniek. Ja, ik assisteer eigenlijk de twee uitvoerders die rondlopen hier. Eigenlijk ook puur omdat het is voor mij natuurlijk heel leervol als ik hun help. Want hun laten mij dingen doen die waarvan ik geleer. Dus ja, dat is echt. Die we net hebben gezien, die de ontwerper eigenlijk naar ons, denk ik, naar ons net heeft laten zien. Die gaan we nu eigenlijk buiten bekijken. Want ik begreep dat ze nog niet helemaal klaar waren. Nee, ze zijn nog met de beginfase, fase 1. Ja. Dus de weg ligt nog redelijk open, denk ik. Ik denk dat we over de fundering heen rijden. Ja, over eigenlijk het weggedeelte waar straks het asfalt overheen komt. Daar zullen wij dadelijk overheen rijden. Dat binnen net op tekening, dat de man net op tekening ons heeft laten zien. Dus allemaal die lijntjes eigenlijk, die zijn buiten tot realisatie gebracht, zoals wij dat noemen. En dat zullen we zo meteen gaan zien. Dus ik ben benieuwd. Ja, zoals je op de achtergrond kunt zien, staan er ook een aantal studenten. Die studenten die nemen met VMBO on stage, was een doedag eigenlijk. De studenten kiezen een bedrijf uit dat hun interessant lijkt, waar ze meer over willen weten.